Alkmaar kreeg vorige week de rode lantaarn overgedragen van Telstar. PSV toonde juist weer wat herstel. Het boekte een 4-0 winst op PEC Zwolle. En Sidi Worm doet voor het eerst wat namens de Eindhovenaren. Schot gaat over, maar PSV trekt de goede lijn door. PSV won vorige week onder andere door een goal van Joelle Smits. Dat beloont ze met een basisplaats. Ze krijgt de voorkeur boven Chimera Ripa. En dat ze die uitverkiezing verdient, laat ze hier zien. Het schot wordt gekeerd. Maar Smits in betere doen. Een jaar op avontuur bij Wolfsburg. En hier bij PSV wil ze die goals weer vinden. En dat lukt. Het is een prima voorzet vanaf links door Esmee Prugs. En Smits kopt de goal gemakkelijk binnen. Alkmaar probeert wat terug te doen. Verdient een vrije trap op een veelbelovende plek. En Manique de Vette legt de bal klaar voor Veerle van der Most. Het overwicht in de eerste helft blijft voor PSV. Inessa Kaagman krijgt een hele goede kans uit de draai. Maar het blijft slechts 1-0 voor PSV in die eerste helft. De tweede helft begint ongelukkig voor Alkmaar. Woons passeert bijna haar eigen keepster op deze vrije trap van PSV. En niet veel later is ze weer ongelukkig. Dit keer met een handsbal in de 16 meter. Het is hier te zien in de slow-mo. En de bal naar de stip. Vorige week al trefzeker vanaf 11 meter. En ook nu zonder twijfel Joelle Smits in de 57e minuut voor de 2-0. De Eindhovenaren weten dan dat het werk erop zit. Alkmaar komt veel te moeizaam tot kansen. Laat staan goals. Het schreeuwt hier wel om een penalty. Mark de Vries woest. Maar PSV wint met 2-0 en verstevigt de vijfde plaats.